Goedenavond. De eerste vijf verdachten van de grote drugsactie Trefpunt stonden vandaag voor de rechter in Den Bosch. Operatie Trefpunt, een van de grootste politieacties in onze provincie tegen drugscriminelen. In totaal werden 56 mensen opgepakt en 124 panden werden doorzocht. Het centrale punt was feestverhuurbedrijf Party King in Best. Morgen staan weer vijf andere verdachten terecht voor hun aandeel in de criminele organisatie. Onze verslaggever René van Hooft, die was bij de rechtszaak vandaag. Ja, René, het waren de zogenoemde kleinere vissen die vandaag voor de rechter stonden, maar daardoor was het allemaal niet minder dramatisch, hè? Nou nee, er was wel degelijk inderdaad emotie. Vanmorgen was een 53-jarige man uit Best die moest voorkomen. En die had een hennep geteeld. Had ook wapenbezit, een geladen wapen in huis gehad. En illegaal stroom afgetapt. Hij zit in de cel in Zwolle nu. En hij barstte in tranen uit. Hij zei, ik ben nu alles kwijt. Mijn huis ben ik kwijt. De relatie met mijn vrouw is op de klippen gelopen. En ik heb suikerziekte. Dus als ik dit allemaal van tevoren had geweten, dan was ik er nooit aan begonnen. Nou, er was nog een man uit Israël. Oorspronkelijk uit Israël afkomstig. Die normaal op de markt staat in Amsterdam op het Waterloopplein met de kraan met sieraden. Die reed als koerier op en neer van Amsterdam naar de Party King. Hij deed dat heel vaak met zijn sporttasje om daar harddrugs op te halen. Hij zei, ja, ik wist niet dat het om harddrugs ging. Ik moest wat bijverdienen in deze moeilijke tijden. En ja, eigenlijk ben ik onschuldig. Maar goed, hij kreeg ook 20 maanden cel, hoorde hij tegen zich eisen. En dan was er nog een voorzitter van een motorclub, de Black Jackets uit Dordrecht. Die man is vuurwapengevaarlijk. Hij ontkende ook alles. Maar het meest bizarre was wel dat hij een partij erectiepillen in zijn garagebox had. 47.000 maar liefst. Hij zei, ik weet niet hoe ze daar zijn gekomen. Zeker is dat hij ze zelf niet nodig had, want hij had maar liefst 9 kinderen van 7 verschillende vrouwen. Ja, die verdachten die komen dus uit alle hoeken van het land. Wat zegt dat, René? Ja, dat de Party King duidelijk de speel was van drugscriminelen waar ze elkaar ontmoeten en waar deals werden gesloten uit het hele land.